Dit zijn onze gasten. We beginnen met de nieuwste coronacijfers. Het aantal besmettingen ligt met 1140 weer op het niveau van april. Dat maakte minister Hugo de Jonge zelf bekend tijdens een live chatgesprek op YouTube en Facebook met ook premier Rutte. En daar gaven ze heel eerlijke antwoorden. Een paar korte vragen. Eerste van Helia Paulina via Instagram. Zijn jullie corona niet een beetje zat? Ja, totaal. Ik ben er helemaal klaar mee. Hugo ook. Ik denk heel Nederland. Maar het virus is nog bij ons, dus helaas. Ja, we zeiden het zat. Bert Slachter, de premier is glashelder. Vond je verder ook glashelder in zijn antwoorden en de minister? Ja, ja, hij was verrassend open en is wel leuk om naar te kijken. Ja, en zorgelijk? De cijfers 1140. Ja, dat is een hoop. Het is wel belangrijk dat we geen appels met peren gaan vergelijken. Dat doe je natuurlijk al snel met cijfers. Als je kijkt naar maart, april, toen konden we veel minder testen. Men verwacht dat we toen ongeveer 3% van de infecties echt wisten te vangen met een positieve test. En nu weten we veel meer daarvan te vangen. Dus 1100 nu en 1100 toen, dat zijn echt twee totaal verschillende cijfers. We kunnen wel vanaf 1 juli de cijfers met elkaar vergelijken. Althans een stukje beter. En dus als we dan zien dat vanaf, laten we zeggen, begin juli, dat we eerst 50 positieve tests per dag hebben en dan 100, 200, 400. Ja, dan kun je wel, wel zien dat dat stijgt. En dan kan je nog zeggen, misschien zijn we gewoon meer gaan testen. Ja. Maar kijk je ook naar andere signalen, bijvoorbeeld hoe is het verdeeld over het land. En dan zie je op bepaalde plekken brandhaarden en plekken niet. Hier zie je het aantal besmettingen, Bert. Hè? Vanaf begin maart, dan zie je een piek, dan naar beneden. En nu een stijging. En eigenlijk de afgelopen dagen een zeer forse stijging. Dat is ook waar het getal 1140 van minister De Jonge uiteindelijk toe leidt. Ja, dat gaat hard nu. Ik weet niet wat dit precies voor gaat. Dus aantal positieve tests. Ja, in een bepaalde regio waarschijnlijk. Maar... Nee, dat is landelijks, RIVM. Okay. Nou, het zou kunnen, maar dat betekent dus dat... Dat er nu gewoon een groter gedeelte van de daadwerkelijk geïnfecteerde mensen... Dat we die zien met een test. Ja, en hoe kijk jij daar als wiskundige naar? Want je hebt hier wel vaker gezeten. Jij was echt van de modellen met de verdubbeling. Hè? Ja. Dat het van 100 naar 200, 200 naar 400, 400 naar 800 en zo ging dat door. Hoe interpreteer jij nu deze cijfers als wiskundige? Maar je moet dus heel goed kijken naar... waar kijk je naar? Als je kijkt naar de positieve tests, dan... Of kijk je naar de ziekenhuisopnames? Precies. Want dat zijn eigenlijk de twee... En als je naar de ziekenhuisopnames kijkt, dan valt het de hele tijd eigenlijk heel erg mee. Ja, en er is dus een ontzettend groot gat tussen het punt dat je controle hebt over het virus en inzicht hebt in de verspreiding en dat de ziekenhuizen volstromen. Ja. Die controle die heb je nog bij duizenden infecties. En de ziekenhuizen die stromen feitelijk pas vol of die overstromen bij tienduizenden, vele tienduizenden infecties per dag. En dan ook nog onder de kwetsbare doelgroepen. Wij hebben gekozen voor een beleid van indammen, van maximaal controleren. Ja, en op het moment dat je de controle verliest, hè, als het water aan de rand van de dijk staat, en dat kun je bijvoorbeeld zien aan dat de wachttijd voor tests oplopen. Of dat bij het contactonderzoek steeds vaker de bron niet kan worden gevonden. Ja. Of dat gewoon domweg niet genoeg tijd is om alle contacten te bellen. Dan zijn we naar jouw oordeel, Bert, die controle kwijt? Want je noemt terecht ook het aantal ziekenhuisopnames. Ze hebben ook een grafiek van dat is vrijwel vlak. Daarvan denk je van, nou ja, maar dan leg jij uit. Er zit natuurlijk een verschil tussen in dit geval positief geteste mensen en die lage aantal ziekenhuisopnames. Dat zou elkaar kunnen gaan inhalen, dat we deze grafiek ook zien stijgen. Nou, feitelijk is dat dus, was het begin augustus in sommige regio's al aan de hand, dat de GGD aangaven van we kunnen het eigenlijk niet meer aan. En we zagen van de week ook een bericht dat in meer dan de helft van Nederland de wachttijd tot meer dan 2 dagen is opgelopen. En dat is een signaal dat je tegen de grenzen aan zit van wat je onder controle houden kunt doen. En ja, er zijn mensen die kijken naar die verdubbelingen van die tests en die trekken aan de bel, die slaan alarm. En er zijn mensen die kijken naar die ziekenhuisopnames. Die zeggen, valt mee. Er is helemaal niks aan de hand. Ja. En die komen lijnrecht jij? Tegenover elkaar te staan. Eigenlijk een soort conflict. En ze hebben allebei gelijk. Want ze kijken allebei naar cijfers en het is waar wat ze zeggen. Alleen het punt is dus wat we ons moeten realiseren, dat als we het virus onder controle willen houden, dan betekent dat dat we maatregelen moeten nemen voordat het in de ziekenhuizen over de... En dat zou nu zijn, zeg jij? In sommige regio's is dat dus nu aan de hand. En, zit je tegen die grens aan? Over die regionale aanpak had Hugo de Jonge het ook vandaag. En dan vraagt Joep van der Veer, ook via YouTube, waarom komt er dan geen tweede lockdown? Want die besmettingen stijgen toch weer.
Nou ja, dat klopt, maar we zien die besmettingen vooral stijgen eigenlijk in de grote steden. Dus Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, daar zien we het eigenlijk vooral. En met name de drie grote steden dan weer. Dus wat we eigenlijk moeten doen, is met name daar een aanpak hebben die werkt om dat virus er weer onder te houden. Zodat we niet in het hele land weer nieuwe maatregelen moeten treffen. Nou. Hoe zou jij dat voor je zien, zo'n regionale aanpak? Ja, dat is heel erg interessant met de experttafels die vanuit VWS zijn georganiseerd. En bij een daarvan was ik ook uitgenodigd. En wat mij opviel, dat er brede consensus was over dat je dat regionaal moet gaan doen. Want op deze kaart even kun je het goed zien. Hè? Bijvoorbeeld de Drenthe, daar rechtsboven, de zuidwesthoek van Friesland, is gewoon wit. Daar hebben ze geen enkel probleem. Ja, andere gebieden veel minder. En je ziet die harde kernen van besmettingen zie je bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht. Zie je daar donker oplichten? Ja, er zijn gemeentes waar nul besmettingen zijn geweest in de week. En er zijn gemeentes of gebieden waar die zitten boven de grens waar andere landen in lockdown zouden gaan. Er zijn grote verschillen in het land. En je zou kunnen gaan werken met een aantal niveaus. Hè, dat je zegt, dat heeft minister De Jonge vorige week ook gezegd, dat ze dat willen gaan doen. En dat je bij het onderste niveau zegt, het kan eigenlijk misschien zelfs nog wel ietsje soepeler dan nu. Er kan ontzettend veel. En bij het ernstigste niveau, dat je zegt, we gaan de bewegingsvrijheid, de connectiviteit noemen we dat. Dus hoeveel relaties mensen hebben, hoeveel contacten ze hebben, gaan we toch bijvoorbeeld een Rotterdam of Den Haag op lockdown. Ja. Maar bedoel je dan dat daar ook de horeca zou moeten sluiten? Dat er thuisonderwijs moet komen? Dat dan echt specifiek in die stad alles dicht gaat? Ja, dus welke beslissingen er worden genomen, dat is natuurlijk aan het lokale bestuur op dit moment. Hè, dat is daar ook neergelegd. Maar de bottom line is dat het aantal contacten omlaag moet. En welke keuzes daarvoor gemaakt worden, ja, daar kun je voor kiezen. Kijk, wat we wel weten, is dat als je lockdown-achtige maatregelen moet gaan nemen, als je dat eigenlijk al ziet aankomen, dat je het maar beter zo vroeg mogelijk kan doen. Want hoe eerder je het doet, hoe korter het duurt en hoe sneller je er ook weer van af bent. Ik hoor van veel mensen zeggen, ik heb de indruk, dat zijn dan geen deskundigen, maar die kijken wat er allemaal gebeurt, zeggen, het virus wordt langzamerhand een beetje minder krachtig. Is dat iets wat wetenschappelijk ergens op slaat of niet? Daar zijn op dit moment geen aanwijzingen voor. Niet? Nee. En die, waar Bert het over heeft, die op elkaar botsende meningen eigenlijk. Hè? Het lijkt wel een politiek conflict. Dat merken jullie ook. Ja. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat natuurlijk inderdaad in maart werden eigenlijk alle mensen die in het ziekenhuis werden terechtkwamen, die werden getest. En dat waren dus al vaak de risicogroepen. Ja. En nu worden ook veel jongeren getest die voorheen niet getest werden. En daarom krijg je nu een hele scheve verhouding daarin. Maar ik ben het wel eens, er moet wel iets gebeuren. Want ja, we dreigen wel de controle te verliezen. Het is zorgelijk wat we nu zagen met die cijfers. Ik denk dat zeker is. Ik ben het er gewoon mee eens. Je zegt, je moet voorkomen dat dus die ziekenhuizen weer gaan vollopen. Dus ja, je moet op een gegeven moment daar wel gaan ingrijpen. Het aantal besmetting moet omlaag. Ja. Het leidt in ieder geval die discussie in sommige huishoudens tot verhitte debatten. Sommige berichten die Yvonne deelt worden verborgen door Facebook. Oh ja, onjuiste informatie gecontroleerd door onafhankelijke feitencheckers. Dus u heeft desinformatie verspreid op Facebook? Weet je, ik geloof ook niet in feiten. Dan hoop ik bijna dat jij het krijgt. Maar dat heb ik gezegd. Maar ja, natuurlijk meen ik het niet. Want ik ben bang voor wat er gebeurt. Dit gaat om de farmaceutische industrie, Femi. Als je dat niet ziet, dan heb je stront in je ogen. In die zin zitten we daarin niet op één lijn. Nee. Bij jou gaat het veel verder door. Jij ziet een verborgen agenda. Ja, voor mij is dit geen organisch, at random, toevallig. Nee. Het heeft niks te maken met zorg. Dit gaat om geld verdienen. Die mensen zijn omgekocht. Omgekocht. En dit leidde uiteindelijk ertoe dat de heer des Huizes een week in zijn kantoor op de matras mocht slapen. Ja. Nou ja, goed. Zover gaat het dus, Bert. Ja, zeker. Ja, deze Flavio heeft op zich een aantal goede punten. Hij wijst denk ik terecht op dat we risico lopen om de vrijheden van mensen te beperken. En dat we allerlei surveillance optuigen waar we aan vast blijven zitten. Maar een deel van deze mensen die gelooft op dit moment dat het virus eigenlijk niet meer zo gevaarlijk is. En mensen zijn omgekocht, zegt hij. Ja, big pharma. Ja, ja. Goed, daar zit, bedoel, follow the money, hè, daar zit misschien iets. Het zou allemaal kunnen. Alleen waar het tricky wordt, is als mensen zeggen, ja, weet je, het virus is eigenlijk niet meer gevaarlijk. En je kunt gewoon nu versoepelen en dan zul je zien dat er niks gebeurt. Kijk, en het punt is, het kan zijn dat ze gelijk hebben. We weten het domweg eigenlijk niet precies. We hebben heel veel aanwijzingen voor dat het virus gewoon hartstikke gevaarlijk is, maar
Het punt is, als je het zou proberen, als je zegt van nou, laten we maar, laten we het gokje wagen, dan op een gegeven moment passeer je het punt dat je nog de controle hebt. En daar ligt een heel gevaarlijk groot stuk niemandsland waarin je de controle kwijt bent. En het enige wat je nog kunt doen, zijn hele brute, grove, dure maatregelen, namelijk een lockdown. Ja. En als we één ding met elkaar eens zijn in Nederland, is dat we dat niet, eigenlijk niet meer willen. Nee, maar het maakt voor de politiek natuurlijk, Joël voor de wind, wel heel moeilijk om dat draagvlak te behouden. Hè. Ik zag dat tijdens die live chat kwamen er ook dingen voor scheldkanonades kwamen in beeld. Ja, jullie hebben mijn oma vermoord, sluipschutters gezocht, Rutte is crimineel. Het is wel heel lastig. Ja, het is ingewikkeld, het is genuanceerd. Je hebt niet één simpele oplossing. Schrik ik van de cijfers? Nee, want er was al een stijgende lijn. Er wordt natuurlijk meer getest. Het is zo dat die stijgende lijn zit vooral tussen de 20 en de 30 jaar. Hè. Dus daarvan zou je zeggen, nou ja, die bouwen immuniteit op. Maar tegelijkertijd weten we dat deze mensen, ook omdat die besmettingen in huiselijke sfeer plaatsvinden, en oma komt misschien één keer in de week langs, die kunnen natuurlijk wel overslaan. Mensen die maar wat Bert zegt, zouden jullie misschien toch nog sterker moeten aansporen op regionale lockdowns? En misschien beter nu al dan dat er over 2 weken weer veel meer ziekenhuisopnames zijn? Nou ja, dat is natuurlijk ook geprobeerd. De grote steden hebben individuele maatregelen genomen. Er is op de Albert Kuip ook de mondkapjes maar ook weer teruggedraaid uiteindelijk. Ook weer teruggedraaid. Dat is een experiment, hè? Ja. Ze zijn dus aan het proberen hoe je lokaal maatregelen kan nemen om die besmettingen in te dammen. En dan moet je het wel doen daar waar de meeste besmettingen zijn. Dat vindt nu plaats onder die groep van 20 en 30 jaar. Dus je moet heel gericht maatregelen nemen. Want we weten ook, vrijheden van mensen zijn belangrijk. Je wil de economie niet weer kapot maken. We hebben nu het derde steunpakket. Dat kost allemaal enorm veel geld. Ik sprak net met de taxichauffeur, die is 70% van zijn omzet verloren de afgelopen maanden. Dus ja, je wordt echt kapot gemaakt. Maar je moet ook voorzichtig zijn. Je moet die maatregelen dus nemen voor het punt dat je de controle en het zicht kwijtraakt. Ja. Als dan in ben nu, bedoel je? Ja, maar dan ben je in sommige plekken is dat dus nu. Ja. En dan moeten we dus met elkaar accepteren dat als je zegt, wij willen indammen, wij willen controle houden, willen zicht houden, zicht en inzicht noemt de minister het, dan betekent dat je maatregelen neemt voor het punt dat de ziekenhuizen overstromen. En een deel van het publiek zegt van toen de doki, daar voelen we niks voor, ben je helemaal gek geworden. Maar dat moet je dus uitleggen als overheid, dat dat de consequentie is. En ze wijzen zelf heel vaak op die ziekenhuizen. Maar dan leid je mensen dus eigenlijk met hun aandacht de verkeerde kant. Dus je moet veel gerichter maatregelen nemen bij die groep die mogelijk grote gevaren en grote risico's hebben. Dus die 80 plus, 70 plus. Of de mensen met onderliggende problemen. Daar moet je preventiemaatregelen. We weten ook uit andere landen, bijvoorbeeld Florida en de laatste week bijvoorbeeld Marseille, Zuid-Frankrijk, dat het afschermen van leeftijdsgroepen ontzettend lastig tot onmogelijk is. En daar zag je ook die jongeren, dus 20 tot 40. En nu verspreidt het zich onder die ouderen. En we zien nu vroeg signaal, maar ook in de Nederlandse cijfers vorige week, dat ook het percentage onder de 70-plussers weer oploopt. Ja. Zie je dan ook in die brandhaarden, die steden, zie je daar dan de ziekenhuisopnames ook weer oplopen? Heel lokaal zie je dus inderdaad in de zorg in het algemeen, dat zijn dus verpleeghuizen, ziekenhuizen, maar ook thuiszorg, dat er corona-achtige klachten mensen meer zorg nodig hebben. Ja waar, die specifieke zorg, want waar Joël over begon, de communicatie, dat is een beetje denk ik waar je veel conflicten mee veroorzaakt. Het was flatten the curve, flatten the curve, flatten the curve. En nou, veel flatter dan dit gaat die niet worden. Nee. Dus als men in het land zou voelen dat lokaal in die steden die ziekenhuisopnames toch weer iets beginnen op te nemen, dan op te lopen, dan krijg je denk ik meer inzicht in welk stadium we nu zitten van het oplopen. Als wij in staat zijn om de kwetsbare mensen te beschermen, dan betekent dat dat je tegen de grenzen aanloopt van bron- en contactonderzoek voordat je in de ziekenhuizen schrikbarende cijfers ziet. Dus we moeten ervan af dat we gaan zitten wachten tot de ziekenhuizen, tot de code rood hebben of code zwart hebben in de ziekenhuizen. Het is voor politici lastig om nu akelige maatregelen af te kondigen waarvan je zegt, ja, daar zou je wat later het effect pas van merken. Nou, misschien moeten we de bal dan lokaal neerleggen bij de burgemeester en de veiligheidsregio's. Ja, dat schijnt ook een beetje in voorbereiding te zijn. Ja. We gaan van de cijfers naar het vak.